NOS, het journaal. Dames en heren, goedemiddag. In Lissabon is vanmorgen een tweedaagse eurotop begonnen. Ook Oostenrijk is aanwezig op die top. De regeringsleiders zijn voor het eerst in Europees verband bij elkaar sinds in Oostenrijk een extreemrechtse regering gekozen is. In Lissabon, onze correspondent Paul Snijder. Hoe gaan de regeringsleiders op deze top om met Oostenrijk? Nou, een beetje zoekend. De Oostenrijkse bondskanselier Schüssel zal hier vandaag vragen of de sancties tegen Oostenrijk kunnen worden opgeheven. Maar één ding is zeker, hij zal nul op zijn request krijgen. Maar ja, wat doe je ondertussen? De Belgische premier Verhofstadt en de Franse president Chirac hebben al gezegd van ja, ik wil niet naast die Schüssel op de foto staan. Dus heeft het Portugese voorzitterschap besloten de traditionele familiefoto maar te schappen uit het programma. Maar ja, wat is een top zonder foto? Dat kan eigenlijk niet. Nou is godzijdank de president van Mexico hier op bezoek en heeft men besloten een groepsfoto, geen familie, maar een groepsfoto te houden met de president van Mexico en de 15 regeringsleiders, zodat er toch een fotootje komt. Nou ja, premier Kok in al zijn Hollandse nuchterheid vindt het, hij zegt het niet zo, maar eigenlijk vindt hij het allemaal een beetje gezeur, maar vindt wel dat Schüssel moet merken dat het klimaat veranderd is. Het zal hem niet verbazen als hij natuurlijk op een wat lagere temperatuur wordt tegemoet getreden dan hij in vorige situaties nog als minister van Buitenlandse Zaken het geval was. Het is niet een kwestie van we gaan weer over tot de orde van de dag. Maar Oostenrijk is deel van de Unie. Deze raad vindt plaats met 15 lidstaten, waaronder Oostenrijk. En dan kon je niet doen alsof iemand er niet is. Want dan zou je uiteindelijk ook je eigen werk verlammen. En daar is Europa te belangrijk voor. Ja, daar is Europa te belangrijk voor. Waar gaat deze top dan over? Internet. De Europese regeringsleiders hebben internet ontdekt, het wondermiddel van de nieuwe economie. En het blijkt dat Europa op dat gebied een enorme achterstand heeft op Amerika. Niet alleen in het gebruik van internet, maar ook in de handel via internet. Die groeit in Amerika explosief en Europa dreigt achter te blijven. Nou, hier moeten besluiten worden genomen om barrières voor het gebruik van internet te slechten. Dat bijvoorbeeld volgend jaar in 2001 alle scholen moeten worden aangesloten op internet. Zodat Europa die kloof gaat goedmaken met Amerika. Met als doel dat binnen 10 jaar Europa de leider in de markt is. Goed, bedankt Paul Snijder vanuit Lissabon. Straks begint in Rotterdam het debat in de gemeenteraad over het omstreden declaratiegedrag van oud-burgemeester Peper en enkele wethouders. Gisteravond heeft de onderzoekscommissie nieuwe gegevens bestudeerd, maar blijft bij haar conclusies. Burgemeester Opstelten op het stadhuis in Rotterdam. Wordt het een spannend debat? Ja, zeker, zeker. Het zal een heel goed, spannend en ook langdurig debat worden. En dat is ook nodig na dit rapport. Gaan er wethouders aftreden, denkt u? Nou, onze inzet van het college is dat dat niet nodig is. En ik denk dat na de gegevens die we gisteravond hebben ontvangen, dat nog een keer bevestigd wordt, dat oordeel. Maar het oordeel is uiteindelijk aan de gemeenteraad en zo hoort het. En wat is de schade voor Rotterdam eigenlijk van deze affaire? Nou, het is natuurlijk een grote imago-schade, zeker. Maar het imago zou ook slecht zijn als we het niet hadden onderzocht. En de gemeenteraad van Rotterdam verdient het wat dat betreft een pluim te krijgen, omdat men gewoon deze problematiek heeft laten onderzoeken. En de COR heeft dat met behulp van de accountants van KPMG gedaan op een zorgvuldige, juiste wijze. En daar zal de raad ook vanmiddag over moeten oordelen. Goed, dank u wel, burgemeester Opstelten, live vanuit Rotterdam. Het DNA-sporenonderzoek in de moordzaak Marianne Vaatstra heeft nog geen dader opgeleverd. Van bijna 140 mannen is nu het DNA-profiel onderzocht. Het Openbaar Ministerie heeft een tweede groep van 20 man opgeroepen voor een DNA-test. Bij de eerste groep zaten voornamelijk mannen uit de omgeving van het slachtoffer en mannen die een zedenmisdrijf hebben begaan. In totaal werden 150 mannen opgeroepen. Slechts een enkeling weigerde medewerking. De meeste stonden in januari wangslijm af, maar de dader zat er niet bij. Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek nu met 20 mannen uitgebreid. Hun namen kwamen in de loop van het onderzoek naar voren. Het zijn uitsluitend mannen die eerder voor een zedendelict zijn veroordeeld. Het is nog niet duidelijk of justitie het onderzoek nog verder uitbreidt als de moordenaar ook niet bij deze groep blijkt te zitten.
En tot slot nog het weer. In de noordelijke helft van het land eerst nog veel bewolking. Elders is het vrij zonnig. In de loop van de middag vanuit het zuiden toenemende bewolking en tot de avond overal droog. De maximumtemperatuur uiteenlopend van 10 graden in het noorden tot 16 in Limburg. Dat was het. Het volgende journaal is om 1 uur op Nederland 3. Een prettige dag.